Echt een geniale uitvinding. En daar lig je dan. Twee ontzettend grote nadelen. Nummer 1 is het is eindelijk lekker weer buiten. En nummer 2, het is vakantie. Maar ik ben ziek. Guy is op een of andere manier aan het klagen. Ik weet niet wat hij aan het doen is, maar het is nog lang geen tijd om uit te worden gelaten. Kijk, ik weet niet waarvoor je nu aan het zeuren bent. Oh, vergeet die video die ik een paar dagen geleden heb gemaakt over tips tegen ziek zijn, want het heeft mij niet geholpen. Oh, wat je moet doen op het moment dat je een beetje het gevoel krijgt dat je ziek bent, tenminste, het helpt mij. Ik ben ziek. Ja, en heel veel mensen in Nederland zijn ziek vandaag, volgens mij. Ik zou eigenlijk vandaag naar mijn opa en oma gaan. Daar gezellig hebben en daar blijven slapen. Maar dat ga ik maar niet doen. Ik wil die mensen niet aansteken. Dan ga ik me maar zielig voelen en lekker op de bank liggen in mijn eentje. Ik heb oude banks heb ik... Oh, wacht. Oh, oh. Ik heb oude banks heb ik gewoon al uit. Ja, what the fuck. Ik heb 3 seizoenen gekeken in minder dan een week. Het ging zo snel. Tanto goede serie. Alleen vond ik wel dat in seizoen 3 er iets te veel schat zoeken was. Dat er wel iets minder. Dat is bij seizoen 1 ook een beetje de chill vibe terug mocht komen. Misschien dat in seizoen 4 nog komt. Maar ik ben nu weer verder met Formula 1 Drive to Survive. Ook een fantastische serie. Alle 5e seizoenen gezien. Of tenminste, ik ben bezig met het 5e seizoen. Maar ik heb alle seizoenen gezien. Geeft een heerlijk inkijkje in het leven van Formule 1. Fucking lijp hoe het daar allemaal werkt. En hoe hard ze daar voor elkaar zijn. Als je ziek bent, moet je altijd lekker eten. Hoor ik altijd van iedereen. Trouwens, de tip van koud douchen. Doe het niet wanneer je ziek bent. Want blijkbaar heeft je lichaam alle... Ik heb het even opgezocht. Je lichaam heeft alle kracht nodig om weer beter te worden. En als je dan koud gaat douchen, dan moet je lichaam ook een deel van de kracht daar naartoe sturen, zeg maar, om dat weer op orde te zetten. Dus volgens mij moet je juist lekker warm douchen en zo comfortabel mogelijk het jezelf maken als je ziek bent. En daarom heb ik hier heerlijke suikerbrood zitten. Oh, voor de mensen die niet weten wat dit is brood met suiker. Echt een geniale uitvinding. Alles in Friesland qua lekkernijen is echt... Mwah. Als je ooit naar Friesland gaat, zorg er dan voor dat je in een of andere bakkerij gewoon wat lekkernijen koopt. Want Friesland is fantastisch in lekkernijen maken. En een van die lekkernijen is Fries suikerbrood. Heerlijk.